De Eindhovenaar die in oktober vorig jaar een treinconducteur mishandelde moet acht maanden de cel in. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. Verder moet hij de conducteur 3000 euro schadevergoeding betalen. De 23-jarige dader werd in oktober op station Gelderop uit de trein gezet omdat hij geen treinkaartje bij zich had. Vervolgens mishandelde hij de conducteur. Die verloor daardoor het bewustzijn. De conducteur heeft nog altijd last van de gevolgen van die mishandeling.